Ruim 2 maanden na de installatie van het tripartiet overleg tussen de regering, vakbeweging en het bedrijfsleven is er een tripartiet akkoord bereikt. Deze overeenkomst is op donderdag 24 november bekrachtigd tijdens een bijeenkomst op het presidentieel paleis. Tijdens dit bijzonder moment werd het document aangeboden aan president Chandrika Prasad Santokhi. Het staatshoofd nam de overeenkomst uit handen van professor Maarten Schalkwijk, voorzitter van het speciaal tripartiet overleg. Het tripartiet akkoord is na gezamenlijke inspanning tot stand gekomen en behelst het samenwerken van de sociale partners aan het stabiliseren van Surinames sociaal-economische situatie. Zoals u weet is het speciaal tripartiet overleg op 15 september dit jaar ingesteld bij presidentieel besluit. Het bestaat uit 7 vertegenwoordigers van de overheid, werkgevers en werknemers. De opdracht was duidelijk om uiterlijk 25 november 2021 een tripartiet akkoord te bereiken tegen de achtergrond van inspanningen tot gezondmaking van de Surinaamse economie en de noodzaak om een evenwichtige spreiding te hebben van de hiermee gepaardgaande lasten en voordelen. En kijkt u wat we vandaag bereiken. Binnen 2 maanden is het doel van het tripartiet akkoord bereikt. En ik geef jullie een applaus daarvoor. En het is voor het eerst in de geschiedenis dat de sociale partners erin geslaagd zijn om zo'n akkoord tot stand te brengen. Dat getuigt van leiderschap. Dat getuigt van het nemen van verantwoordelijkheid en dat getuigt om met collectieve inspanning en op basis van gedeelde verantwoordelijkheid samen de problemen van het land gaan aanpakken. En ik feliciteer u hiermee en ook met het feit dat u voor 25 november erin geslaagd bent om dit resultaat te bereiken. Ik weet dat velen dachten dat dit niet zou lukken. Maar het is u gelukt en dat is nogmaals een felicitatie waard aan u, maar ook een felicitatie waard aan de totale samenleving. Het feit dat er een akkoord is bereikt geeft aan dat de sociale partners doordrongen zijn van de ernst van de economische situatie en ook getoond hebben om samen de schouders onder het werk te willen zetten. Dit is zeer hoopgevend voor ons land. En een mooi cadeau aan het volk bij het vieren van 46 jaar Srividensie. En ik bedank u nogmaals daarvoor. Er zijn 40 afspraken gemaakt in het tripartiet akkoord die moeten worden uitgevoerd. En dat betekent dat er veel werk aan de winkel is. En ik ga een beroep doen op de clusterministers om erop toe te zien dat wij heel serieus aan de uitvoering gaan werken. Er komt nog een matrix met een tijdlijn voor de uitvoering van al deze maatregelen. En er zal nog veel overleg zijn met elkaar in dit tripartiet overlegmechanisme, omdat een aantal afspraken nog verder uitgewerkt moeten worden. Van mijn kant als president zal ik dit tripartiet akkoord als belangrijk werkdocument voor de regering beschouwen. En het komt ook op de agenda van de regeringsraad. En we zullen als regering een besluit nemen van goedkeuring en uitvoering van dit akkoord. We zullen het ook aan de Nationale Assemblée sturen, omdat ook zij werk te verzetten hebben. Zeker met betrekking tot enkele wetten die ook voorgesteld zijn in het akkoord. Er zijn afspraken gemaakt op het gebied van belastingen, koopkrachtversterking, sociaal vangnet, prijsbeleid, ondernemerschap en werkgelegenheid. En dat zijn allemaal zaken die van groot belang zijn voor onze sociaal-economische ontwikkeling. De regering zal zeer spoedig dit document op agenda plaatsen, bespreken en het werk verdelen. Onder de ministers, maar ook samen met u onder de verschillende partners. Het akkoord dat thans voor ons ligt geeft ook aan
dat het tripartiet overleg een belangrijk orgaan is wanneer er zaken een snelle aanpak behoeven of besproken moeten worden, dat dit orgaan een zeer effectief en efficiënt orgaan kan zijn. Als regering zullen wij daar ook verder dankbaar gebruik maken, terwijl de afgelopen periode u duidelijk bewezen heeft dat wij als partner bereid zijn, openstaan voor samenwerking, voor overleg, maar ook om die verantwoordelijkheid te nemen om die grote problemen van het land te gaan aanpakken. Voorzitter en leden van het tripartiet overleg, we gaan vandaag dit document niet inhoudelijk bespreken, want u heeft het net aangeboden. Wij zullen het heel intensief bestuderen als regering. Maar we hebben er vertrouwen in dat er geen zaken in staan die onmogelijk te realiseren zijn. Laten we afspreken dat wanneer er iets uit dit akkoord niet loopt of niet van de grond komt, dat u aan de bel kunt trekken bij mij als uw president, zodat we samen een oplossing kunnen zoeken. Volk van Suriname, gefeliciteerd met dit resultaat. Vertegenwoordigers van de vakbeweging, het bedrijfsleven en de overheid, enorm bedankt voor het harde werk en de vele tijd die u hierin heeft gestoken. Bovenal voor het resultaat dat bereikt is. Ik wens jullie allen veel succes toe. Voorzitter van het tripartiet overleg, Nayuya. U had vooraf aangegeven dat u tot 25 november beschikbaar was voor deze job. En ik wil u zeer hartelijk dank zeggen. U heeft bewezen dat u zich steeds 100% inzet als het gaat om het halen van resultaat. Als het gaat om het grote nationaal belang. Dat hebben we gezien bij het opstellen van het herstelplan. En nu dat we dit bereikt hebben, laat u ook weer zien. U houdt zich aan uw woord. En even niet makkelijk gaat. Tot en met eergisteren zaten we nog. Tot en met gisteren zaten we nog. En u ziet hoe de natuur werkt. De natuur houdt zelfs het vliegtuig tegen. En de voorzitter van VSB moet hier komen. Want hij heeft witrook gezien. En hier is hij om te zorgen dat ook het bedrijfsleven met mandaat, met zijn voorzitter die aanwezig is, om zijn handtekening te zetten onder dit belangrijk document. Ik weet dat er nu na dit moment voor u nieuwe uitdagingen aanbreken. De samenleving zal binnenkort horen wat zijn verantwoordelijkheid zal zijn. Maar hij gaat een nog grotere verantwoordelijkheid krijgen. En op basis van dezelfde inspanning, toewijding, vertrouwen, hebben we het geloof dat u ook daar waar u gaat met die nieuwe uitdaging een goede job zal doen. Bedankt, Martin, heer Schalkwijk, voor uw leiderschap, voor uw voorzitterschap, voor uw guidance en ook voor dit resultaat samen met de overige leden van het tripartiet overleg. Bedankt ook jullie allemaal en ik wens jullie allemaal nu al te feliciteren met onze jaardag. De jaardag van ons Republiek Suriname. Dus revidentie morgen. En bedankt ook voor de aandacht en alle inspanningen die getroost heeft om dit historisch resultaat klaar te stomen. Een dag voor de onafhankelijkheid. Want dat zal een toegevoegde waarde hebben. Morgen bij de herdenking en viering van onze onafhankelijkheidsdag. Thank you and may God bless you all. Thank you.